Hallo allemaal en welkom bij het YouTube-kanaal Meneer Lonsijn tekent. We kijken nu naar filmpje 2 voor hoe reken je met de formule F is M keer G. Nou, in filmpje 1 van deze drie filmpjes heb je gekeken naar hoe moet je F uitrekenen als de massa bekend is en de valversnelling bekend is. Nou, de massa en valversnelling is nog steeds bekend, maar we gaan nu niet meer uit van aarde. Dus we pakken een aantal andere voorbeelden, dus andere hemellichamen in ons zonnestelsel. Nou, het eerste voorbeeld wat we doen is Mars en het tweede voorbeeld is Venus. Nou, allereerst Mars. Nou, de eerste keer dat de mens naar de Mars ging, hadden ze daarvoor een Marslander en die had een massa van 16.000 kilogram. Nou, de valversnelling is 1,63 meter per seconde in het kwadraat. Dus een stuk minder dan op aarde. Zet het filmpje op pauze. Reken uit wat de kracht is waarmee deze maanlander op het oppervlakte van de maan landde. Zorg ervoor dat je hem volledig en goed noteert. Het antwoord is F is 16.000 keer 1,63. Waarbij je uitkomt op 26.080 newton. In dit geval heb je geen cijfers achter de komma, hoef je die dus ook niet te noteren. We zetten geen puntje of komma tussen de duizendtallen en de honderdtallen. Een lichte spaatje, dus een klein stukje ruimte, is voldoende. Het tweede waar we naar gaan kijken, is een voorwerp die op Mars is gekomen. We hebben nu al gekeken naar de maan. Geen planeet, maar een maan natuurlijk. Nu gaan we kijken naar Venus. Daar is nog nooit een mens geland. En stel nu dat daar een voorwerp is van 16.043,14 kilogram. De valversnelling op Venus is 8,88 meter per seconde in het kwadraat. Zet het filmpje op pauze, reken F uit en noteer het op de goede manier. Als je dat hebt gedaan, zet dan het filmpje weer aan. F is 1643,14 keer 8,88. En dan kom je op een antwoord uit van 14.591,08. Newton. Er zitten nog een paar cijfers meer achter de komma, maar zoals jullie in het vorige filmpje hebben gehoord, rond je af op twee cijfers achter de komma, behalve als je wat anders is verteld. Als je niet weet hoe je moet afronden, kijk dan het filmpje wat zijn de afrondregels. Als je dit nog moeilijk vindt, dus het moeilijk vindt om met andere valversnellingen dan met de aarde te rekenen, kijk dan naar filmpje 2 van de drie filmpjes voor de extra oefeningen met de formule F is M keer G, want daar worden nog vier voorbeelden besproken voor deze formule.